de kant gereden, ja? Nou, veel hebben we niet meer, Charlotte. Maar we moeten toch die Belgische patat even proeven, hè? Die moet zo heerlijk zijn. Nou zeg, als die nu eens niet lekker is. Oh, dan hebben we pijn gehad. Hé, ze meester Luikjan, dat is zonder vragen. Want mijn tijd geen ziek verdienen, hè. Zit even smorgens vroeg tot zo'n sloot de keuken af te brengen, dan kan ik een frank verdienen. Kom on, Jeff, ik heb toch geld, ik heb toch volle kroeg over de vloer, hoor. Volle kroeg wel, ja. Kom. Ziet wat we weer in de deur uit smijten, zeg. Is het sowieso wel een bestelling zijn van niks? Wat zal het vroeg zijn? Eén patat. Wat blieft? Eén patat. Eén patat. Die kun je krijgen, ja. Jeff, hier levert toch alles moet dat er niks kan aan verdienen. Eén patat. Jeff, jij bent vast geen balen. Nee, dat is een hele goede gezin van u, juffrouw. Zeg, woon jij hier? Ik zou wel niet nieuwsgierig zijn, hè? Maar ik denk ik graag alles weet, nietwaar? Ik een student zijn in die België, maar eigenlijk ik kom van die Congo. Nou, zeg, dat is een heel eind weg. Ja, dat is het zo, ja. Zeg, heb je al vroeg gedaan, want je bent met meegelijk nog. Ja, ik zou echt wel willen, Sir Luc. Maar ik denk dat toch niet zal mogen van onze pazen. En dan ben je ook in één tent. Ja, maar is dat toch een serieuze schoolmeester? Je zal me toch wel vertrouwen, zeker? Wat is nou, geen patat! Wat moeten we daarmee zeggen? Je moest toch geen patat, dat is toch geen patat? Nou, Truus, die Belgen, die kennen geen patat. Ah, nee, wat is dan dat? Zeg, zou je die willen schillen, snipperen en bakken? Schillen, snipperen en bakken. Nou, en je mag er nog wel één extra bij doen, hoor. Je bedoelt dus dat ik van twee patatten één friet moet bakken? Oh, maar friet noemen jullie dat? Nou, voor ons één frietje graag. En dan moet ik zeker twee rietjes inzetten. Oh, dat zijn rietjes. Nou, bij ons zitten rietjes bij ons en jij doet dat vorkjes. Ik neem de wasveer, hè. Bierverketten voor een prangetstuk. Bierverketten voor een friet. Ik doe nog wel vier. Ja, maar Jeff, had het kan. Je moest er niet op, ja, we dachten beter dan de mop van die kokken met de twee rietjes. Och, wat toon jong, je er binnen, mop, je moest de twee dokken met de toegestoontje, dan moet ik niet van ze truiten gaan, ja. Ja, wel, doet dat. Kom in de vakantie voor dagen in de frituur helpen. Zeg, maar dat is nog zo'n keer slecht gedaan, Sylvie. Ik kon nog goed over nadenken. Tot vraag, ja. Sylvie! Sylvie. Je zit toch zeker niet van plan van op te trekken van dat stukje schoolmeester door? Maar lupa, wie komt je toch door, hè? Ah, dat is ook maar denken nog, want hij heeft wel een groet verloppen met een klein prijken, hè. Al die groeten tomaten zijn er overal op de camping. Dat is allemaal tenten van onderwijs het personeel. Hé, zeg, dat is juist 100 frank. 100 frank? Voor zo'n beetje saus, pa. Voor specialiteit en een speciale prijs. Dat is overal doen met Jeff ook. 100 frank. 100 frank. En wat zal het vroeg naar zijn? De groet naar een kleine. Nou, telt maar 15 frietriepjes, meneer. Charlotte, zou jij 25 frietreepjes de baas kunnen? Nee, dus ik denk dat 20 stukjes wel goed staan. Nou, tel dan maar 45 frietreepjes, meneer. 45 frietreepjes? Ja, en zoek er maar wat tikken uit. Oh, maar je meent toch zeker niet dat je geen vrienden kunt tellen, want ik doe de dikste van uitzoeken, zeg je. Nou moet je iets goed zien, zo bij vier dat je doet, zeg. Maar wat denk je, Tijda? 45 frietreken. Maar dat kan ik niet meer, moet je toch een zoon? Doe het zeker niks op, ze nee, dat had ik gedacht. Alsjeblieft, zeg. Mogen we 1 gulden betalen, meneer? Ik heb nog net 1 gulden 50. We hebben het zelf uitgerekend, dat moet voor liefde zijn. Dag! Doei! Maar wat denk je de ellendige Hollander dan? Dat kun je naar Balzen, dat verstikken hier woont Vlaamse beton, ik heb het niet Hollands enkel geld. Nou, kan ik nog naar Holland komen, dat kun je nog niet optrekken op de bank, zoiets. Sylvie, anderhalve gulden, is dat genoeg? Waar in een frit? Ja, dat is bekend dat ik frangen ga. Dat ik frang? Dat ik frang en een kleine frit, die kost er 40. Ah, nee, hè. Dat ze mij aftroggelen tot het daar, hè. Maar niet voor mijn inkomen gaan zitten, hè. Hebben dat eens, hè. Doe
hier 1998 op Linke buiten. Had dat te doen, hè? Dat is een gevaar van de beerte. Oh, ik denk dat je een verkeerd keertje hebt. Ik verkeerd keertje van mij, Fritten, in je vlucht, dat kan ik.